Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo en Adidas. Die nummer 11, dat is Brian Roy, een 17-jarige HAVO-scholier. Feyenoord lijkt rijp voor een definitieve knock-out. Ja, Ronald de Boer, neervallen. Komt losgekomen. En de goal van Vink. De Boer. De Boer, knap. Nou, dat is een beauty. De Boer, prima passeerbeweging. Beenhakker pratend, dat heeft hij veel moeten doen de afgelopen dagen. Daar is hij, met zijn eerste goal van dit seizoen. 4, 5, 6, 7, 8, 9 en net geen 10. Brian Roy komt in de ploeg voor Frank de Boer, waarop Witsche linksback wordt. Roy? Ja, dat is een lekkere. Oh, wat een mooie Brian Roy. 4-0. Oh, lekker schoon. Doe niet meer. Waarom is dit nu? Ik heb er nooit gedaan. Nou, wie kan? Nee, bij de... Ik had niet eens mijn rijbewijs, toen hadden we een zwarte besteld. GT, hè? GTI. Ja, schande. Schande. Ja. Maar daar begon al die ellende mee eigenlijk, met die twee auto's. Deze, ik heb die droog. Hey, 17 jaar, 18 jaar. Dus ja, dat was toch ook mooi, zo'n AX. Ja, absoluut. Verschil moeten zijn, Ries. En wij hadden een dieseltje. Diesel. Ja, de turbo diesel. Ik had de gewone diesel. Maar kregen jullie gelijk die BX? Ja, omdat wij 70 kilometer moesten rijden naar Grotenburg. Okay. Ja. Toen jullie me kregen, dan reden jullie toch uit de garage. Wat gebeurde toen ook weer? Ik niet. Nee. Brian. Brian had meteen een botsing. Ja, was niet eens de garage. Uit de garage, toch? Ja. Of was het was toch tegen elkaar? Nee. We hadden iets bij Stanley Menzel thuis, was er iets. Die me vergeet ik nooit meer. Dus ik parkeer hem zo in. En het gebeuren is afgelopen. Ik ga erin. En ik parkeer hem zo uit. Voorkant. Aan de kant staat dan Ronald de Boer. Hij maakt dus vandaag zijn debuut. Daarvoor deed mee Marciano Vink, een 17-jarige debutant. Hij speelde in de defensie op de plaats van Larsson. Nou, waarom we hier zitten is natuurlijk omdat we sowieso een mooie wasseretten-app hebben. Om gewoon leuke verhalen weer naar boven te brengen. En daarnaast ook gewoon heerlijk over voetbal willen lullen. En dat doen we al een hele tijd en daarom is het wel toepasselijk als we het over de patatgeneratie hebben. Dat we het hier doen, omdat deze groep altijd bij elkaar is. Amsterdam eind jaren 80. Een tijd van de naweeën van de oliecrisis met grote werkloosheid en krakersrellen. Oost vecht met West als de Koude Oorlog op zijn einde loopt. De muur in Berlijn valt en burgemeester Ed van Tijn doet balletje in de ban. Gravity wordt een populaire kunstvorm en MTV wordt opgericht. Op de televisie wordt massaal afgestemd op The A-Team en Miami Vice. En dat modebeeld met pastelkleuren is op straat terug te vinden. Ajax wint de Europa Cup 2. Van Basten, het is 1-0! En kampt daarna met de naweeën van het vertrek van Marco van Basten en Frank Rijkaard. Er moet een nieuwe generatie opstaan en die komt uit de eigen jeugd. Leo Beenhakker, die in 1989 trainer wordt, noemt ze de patatgeneratie. Ze hebben het stigma dat ze te weinig doen, dikke contracten hebben en meer in de Amsterdamse discotheek IT rondhangen dan op het veld. En in de IT is het meest bizarre heel normaal. Dit is de bekende foto van die patatgeneratie. De Amsterdamse talenten die tussen 1987 en 1988 gaan debuteren in het eerste van Ajax. De patatgeneratie viert in 1990 samen één kampioenschap in het profvoetbal. Het is een lange, hobbelige weg voordat Richard Witsche, Frank en Ronald de Boer, Brian Roy en Marciano Vink die kampioenschaal omhoog mogen houden. Een van de jeugdspelers met wie de vijf opgroeien in de tijd van kattenkwaad is Danny Muller. Zoon van oud-Ajaxiet Benny Muller. Hij wordt met de patatgeneratie meerdere keren kampioen in de jeugd. Wedstrijd tussen Ajax en PSV, de A-junioren. En ik ben hartstikke benieuwd wie daar allemaal zal spelen. Hier is Dick Maschier met de opstellingen. Hier de opstelling van Ajax. In het doel Marco Korf. 2 Danny den Oude, 3 Frank de Boer, 4 Marciano Vink, 5 Jan Gerver, 6 Michael of Michael Mols, 7 Stanley de Haas, 8 Danny Muller, 9 Nordin van Schuppen, 10 Guus Ullenbeek en 11 niemand minder dan Brian Roy. Ronald de Boer is er niet bij Ajax. Hij heeft een knieblessure. Natuurlijk een strop voor dit team. Grote kracht van de ploeg. Danny Muller.
In het nieuws, kort geleden, u weet dat, de vriend van de dochter van Johan Cruijff. Ik ben bij Ajax terechtgekomen eigenlijk op mijn 7e jaar al. En ik mocht daar mee trainen in het begin, want als je 8 was, dan kon je pas bij de club komen. Dus heb ik eerst een halfjaartje meegetraind. En toen zagen ze dat ik toch wel wat kon en zo. En toen was ik 8 jaar. Toen heb ik bij meneer Bijvank getekend dat je lid werd van de club. Na Michel Kreek kwam Brian Roy erbij. Toen kwam Richard erbij, Witsche. En ja, wij speelden toen ook al in het Nederlands jeugdelftal. En de eerste keer dat ik Frank en Ronald zag, dat was eigenlijk speelden we in Castricum trainen met de Nederlands jeugd. En toen was het Noord-Hollands aan het voetballen. En toen zagen we een tweeling, een beetje grote, sterke tweeling. En dat waren Frank en Ronald. En er was er sprake van dat die het jaar erop bij ons kwamen voetballen. En het waren echt van die twee boertjes en je kon ze ook nog niet verstaan. In die tijd. Ik weet dat nog, dat je met z'n tweetjes. En wat me nog is gebleven is, je lekker zulke benen. Ja, dikke benen wel, ja. Benen staan, niet normaal. En ik had er nooit een tweeling gezien. Nou, die is er niet uit elkaar te halen. Zaten jullie aan bij IJs toen ik kwam? Nee, gelijk, of niet? Nee, volgens mij kwam je iets later. Over een half jaar later. Ja. Je weet ook wanneer ik kwam. Ik kwam in de C1. Eerste jaar B1, joh. Ik ook C1. Maar jij bent 1 jaar ouder, dus ik kwam 1 jaar na jou. Zou je niet zeggen? Ja. Zou je niet zeggen, nee, Ries. Nee, maar Danny, fantastische gozer. Ja, maar Danny, wat een voetballer was dat. Ja. En dan zijn jullie gelijk gekomen als hij... Ja, dat zou kunnen. Hij is gelijk gekomen, denk ik. Ja. Nee, Danny echt, die had ook zulke poten. Ja. Danny had gespierde benen. Ja, maar wat een traptechniek. Hij had een geweldige trap. Hij kon heel goed voetballen. Ja. Ja, en daarnaast de humor eigenlijk, vooral jij met Danny. Die was, waren maatjes en die, als ze iemand konden naaien, dan naaiden ze. En Marcel Priester erbij. Ja, die boertjes die kwamen bij ons de eerste keer de kleedkamer binnen. Nou, die hadden de raarste kleren ook aan. En ze kwamen nog net niet op klompen. Klompen. Dus wij, we flikten ze van alles, weet je. Tampesta in hun schoenen. En ze werden helemaal door even goed aangepakt. En daarom konden ze zich ook meteen zo snel aanpassen. Ze moesten wel. En ja, dat deden ze, dat is me altijd opgevallen. Ze waren heel snel gewoon geaccepteerd in ons groepje. Want ze waren ook heel aardig en vrolijk. En ja, en ze dolden meteen mee. Maar we hebben ze echt gevormd. Dat hebben ze wel aan ons te danken. En ik weet heel goed dat we in de kleedkamer kwamen bij Voorland. Ja, en wij hadden nog echt dat boerenaccent van... In plaats van schoen zijn we schoen. Ja. Nou, dat hebben we denk ik binnen een half uur hebben we dat afgelegd. Je moest wel. Ja. Maar het voordeel was wel dat ik mijn broer natuurlijk had als een beetje backup. Van, ja. Zo een grootste, zoekje steunt. Het grootste voordeel had je dat je heel goed kon voetballen. Nou ja, en dat je er meteen... Dat was natuurlijk... Je had respect. Als je respect moest je afdwingen door het voetbal. Dan had je natuurlijk een overlevingskans, anders niet. Je merkte wel dat iedereen die van buitenaf werd aangetrokken in onze lichting, onze groep, die had het allemaal moeilijk. Want het is gewoon echt een ongelooflijk harde leerschool geweest. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, je moet echt goed tegen kunnen. En wat Danny ook al zei. Wij zijn snelle leerlingen in dat opzicht. Het is niet een voorbeeld, maar gewoon. Zeg maar, de muziek die heb ik van jou, zeg maar. Luther Vandross, soulmuziek en allemaal. Teddy Pendergrass. Ja, daar ben ik nog steeds verliefd op, zeg maar, op die muziek. En, Even één ding over dat jullie alles snel doen. Jullie aten snel. Jullie, maar ik was een keer uitgenodigd bij mij thuis, gingen we een potje rummikup. Ik speelde gewoon rustig. En Frank, jij bent... Ronald, jij bent... En dan was ik weer aan de beurt, zat ik. Ja, schiet op. En dan kon ik eigenlijk twee dingen aanleggen en dan was het weer... En dan zat hij zo te kijken, hè, pas niet meer. En dan werd hij weer kwaad op hem. En dan waren we nog geen 5 minuten bezig. Spel weg. Maar deze gasten deden alles snel. Maar ze konden tennissen. Jullie konden alles.
Jullie konden echt alles. Ja, maar het voordeel dat je met twee bent, dan kan je altijd, kan je altijd spelen. Maar dat is niet normaal. Ik heb nog nooit zo'n spelletje. Binnen 5 minuten zat hij weer in die doos en ik dacht, hè, wat is er gebeurd? Echt fantastisch. Wouters, Pettersson. De bedoeling was, is wat anders. Maar hier is 2-0. Ik ben in 86 bij Ajax gekomen en dat was eigenlijk de periode van weer een lichting daarboven, zeg maar. De lichting van Basten, Rijkaard, Bosman, Van Schip, Siloy. Nou, dat was eigenlijk een beetje de kern van het elftal wat in 87 ook de Europa Cup won. En in 88 nog een keer in de Europa Cup 2 finale stond. En ja, daar kwamen natuurlijk mutaties uit voort. Van Basten werd getransfereerd. Rijkaard ging weg, Siloy ging op enig moment naar Parijs. En, nou oké, okay, dan moet er weer nieuw bloed komen. En wat is er dan mooier als dat vanuit de eigen jeugd komt. Wouters. Kaatsen van Basten, van het schip, Nederland. Ik speelde in het eerste en ik ging vaak voordat wij thuis dan, zeg maar op zondag speelden in de meer, ging ik 's ochtends als voorbereiding ging ik vaak naar de jeugd kijken. En ik ging met heel veel plezier kijken naar dat elftal onder andere. Danny Muller speelde daar ook nog in. En dan keek ik vaak een helftje, net zolang ik kon kijken, want ik moest om 11:30 dan in het spelershome melden. En dan was het echt genieten om dat team te zien met de Boertjes en Richard Wietsche, Brian Roy natuurlijk, Marciano Fink. Toen die jongens doorkwamen kon je zien dat een ieder fantastisch kon voetballen. Iedereen op zijn eigen positie, Frank de Boer, Ronald de Boer, Richard, Brian Roy, verschillende posities. Hadden een gave. En dat was vreselijk goed kunnen voetballen. Dus dat herken je wel. Ik zag dus dat het spelers waren die echt wel de Ajax-DNA in hun spel hadden. En de bluff, de Brani. Totaal verkeerde terugspelbal beslist deze wedstrijd, dames en heren. Kijk nou toch wat er gebeurt. Ai, hoe is het mogelijk dat dit kan gebeuren in een dergelijke spannende finale? En daar, kijk eens even, de vreugde bij deze sportjongens. Wij voetbalden in die periode wel echt fantastisch. Ik denk de A1 en de B1. Ja, ja, zeker. Maar kijk, natuurlijk, het verschil van nu is dat je hebt allemaal BVO's nu. En wij spelen eigenlijk alleen maar Zwift, weet ik nog, die stond tweede. Je had nog volgens mij niet één keer verloren of zo. En wij moesten op een gegeven moment tegen ze worden met 16-0. Ja. Ja. 16-0 wonnen we. Het speelde ook een wereld. De tweede helft mochten we maar 2 keer raken. PSV en Feyenoord hadden een jeugd. En Twente. Ja. En volgens mij maar die kwamen eigenlijk alleen in het laatste moment. Ja, kwam het laatste kampioenschap van Nederland. Maar alle buitenlandse toernooien wonnen we ook. Ja. Maar ik heb echt genoten toen op Voorland. Ook die zaterdag stonden gewoon. Want dan wist je dat Ajax later speelde. Ja. En wij moesten dan later ook wel eens op zondag spelen. Dan stonden gewoon 2 rijen dik te kijken hoe Brian en Richard de hele linkerkant. Ja. Er stond Marco van Basten stond te kijken, Johan stond te kijken, iedereen, Vanenburg. Die nummer 11, dat is Brian Roy, een 17-jarige HAVO-scholier. Het is de nieuwe linkerspits van Ajax, hij maakt dus vandaag zijn debuut. En ik voorspel nu al dat hij, misschien al wel vandaag, maar in ieder geval zal uitgroeien tot de lieveling van het Amsterdams publiek. Van Schip, handig. Brian Roy, ja. Nu schuiten, goal! Beauty. Schitterend werk van Brian Roy. En ik heb het al gezegd bij mijn opening dat Brian Roy zou uitgroeien tot een lieveling van het publiek. Toen stond ik gewoon op de kindertribune met mijn kinderpas van Ajax, die vak H. En toen maakte jij al je debuut. En bij die voorzet, die dwarrelde over de keeper. Voorzet. Ja, dat was een voorzet, ja. Ik weet niet hoe hard ik heb staan juichen, want één van ons die, klein beetje jaloers, maar één van ons, ik zeg het eerlijk, klein beetje jaloers, maar één van ons die daar gewoon even een goal maakte, was bizar. Aan de kant staat dan Ronald de Boer. Eén van de tweeling die sinds vorig weekend landelijke bekendheid genoot door het optreden in het tweede elftal van Ajax. Hij komt in het veld in plaats van Alistair Dick voor het laatste kwart van de wedstrijd. Ronald de Boer. Abma attent.
Verlaat mee. Abma. De eerste treffer van de Boer. Ajax dus zonder de Zweedse inbreng. Daarvoor deed mee Marciano Fink, een 17-jarige debutant. Hij speelde in de defensie op de plaats van Larsson, hier aan de bal. En voorin Ronald de Boer, die nu in die 1-2 wordt betrokken. Fink kan doorgaan. En wat een debuut. Je hebt nu, halen ze gewoon iedereen van overal en verder vandaan. Ja. En toen was gewoon 90% kwam uit Amsterdam gewoon zelf. Je had echt 20 kilometer vandaan, maar niet meer. Wat ik zeg, die BVO's had je bijna niet. En eigenlijk de DWS, de Suburgia's, de Blauw-Wit, dat waren eigenlijk de opleidings in Nederland bijna. Alleen in die periode was het wel zo, als je bij Ajax voetbalde, dan was je daadwerkelijk ook echt een van de beste. Ja. Snap je? Dus er was geen maar of ik ga naar een andere club. Nee, je speelde bij Ajax, dus je was de beste. En zet je de beste jongens bij elkaar, of het nou in de D1 is of tot de A1. Ja, die hebben natuurlijk ook een onderlinge strijd. En buiten dan nog die Amsterdamse lef, bluf, brani, een beetje een Gallische humor. Dan krijg je wel dat je staande moet blijven houden in een situatie waarin je van links van rechts kan je die aanvallen krijgen. Ja, en daar leer je wel van. Beenhakker pratend, dat heeft hij veel moeten doen de afgelopen dagen. Omdat alle Ajaxiden zich zorgen maakten over hun eigen persoonlijke toekomst. 89 ben ik daar gekomen met een zeer jonge groep van die bijgoochems allemaal. Je kent dat wel. Ja, het was natuurlijk een hele jonge groep. Wat dat betreft, qua leeftijd zat er te weinig evenwicht in. Ik herinner me de hele linkerkant met Frank de Boer, Richard, Witsche en Brian. Ik geloof die alle drie 19 waren. Nou ja, Marciano Vink ook natuurlijk. De jongens aan de rechterkant waren iets verder met John van Schip en Aaron Winter en Danny Blind. Ja, Leo was een fantastische trainer. Kon een groep vreselijk motiveren. Een hele menselijke man die begrip had ook voor andere zaken buiten het voetbal. Een mensenmens, altijd geïnteresseerd in je en bezig met het team. En zijn ervaringen die hij had in het buitenland, bij het Nederlands elftal, bij Real Madrid, bracht hij op zijn wijze ook wel eens over naar onze groep. Ja, een hele fijne man om mee te werken. Wel een trainer waardoor je voor het vuur ging. Jan Wouters was natuurlijk de generaal. Die was al een stuk verder in zijn carrière natuurlijk. Dus die wist van de hoed en de rand. Maar het was een hele jonge, maar tegelijkertijd zeer talentvolle groep. En dat was een van de redenen dat ze regelmatig toch even teruggefloten werden met de term bijvoorbeeld patatgeneratie. Ik denk dat Leo het een keer heeft geroepen, misschien na een mindere wedstrijd. Maar als je Leo kent, dan is hij ook enorm veel met die jongens bezig geweest. En, ik heb meer het idee dat het een beetje een eigen leven is gaan leiden, in de groep in ieder geval. Maar ja, werd er eigenlijk nooit over gesproken. Hij komt van Bobby Harms, die gebruikte hem regelmatig, ja. Bob had natuurlijk al een aantal jaren bij Ajax ook met de gevestigde orde gewerkt. Met Krol en Arnes en Leby en Schoenaken, noem ze maar op allemaal. Bobby kennende, die houdt natuurlijk van, hè, dat is dus de karakteristieke houding van Bobby als hij met je aan het trainen is van pap, 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 je moet gaan. En, en wellicht dat er een keer iemand van de patatgeneratie daar wat minder intensief in zat in zo'n training. Ik had toen een geweldige staf hadden we. We werkten heel nauw met elkaar samen. En dan ben je niet alleen bezig met de jochies die allemaal heel veel talent hadden. Dat kon iedereen zien. Maar ja, dan ben je tegelijkertijd samen met Bobby Harms en met Spitzkoon ben je bezig om de jongens ook te proberen te leren, te overtuigen wat het inhoudt om profvoetballer te zijn. En met name wat het inhoudt om alles uit je carrière te halen. Leo was een people's manager en had ook wel humor. Had wel het gevoel dat hij
de oudjes wat meer mocht halen. Nou ja, meer voor zich moest winnen, denk ik. Dat was ook een tactisch spelletje. Net zoals voetbal tactisch is het ook om manager te zijn. Is het, moet je, denk ik, ook tactisch geschoold zijn. Dat was hij. Hij wist precies waar die jongens moest belangrijk maken. Een beetje tot zich te nemen. En dat merkten wij wel een beetje in onze tijd. Dat heeft ons wel veel... Logisch toch ook? Ja, maar dat was, wij zagen dat niet. Wij werden geïrriteerd. Of in ieder geval, ik werd er af en toe bloedlink om. Ja, Jan natuurlijk. Jan was een van zijn protégés. Ja, Jan Wouters. Maar ik had wel gewoon een hele goede relatie. Hij zette mij op 4 en als een trainer je laat spelen, vind je hem altijd geweldig. Ja, zo simpel is het. En ik heb niet echt mijn debuut onder, maar mijn eerste volledige seizoen was wel onder Beenhakker. En volgens mij mocht hij me wel graag, weet je. Dus, maar wie niet? Ja. Dat was toch een liefje, hoor. Nou, wij speelden natuurlijk wel wisselvallig, hè. En, tenminste, bij mij speelde ik ontzettend wisselvallig, want ik woog volgens mij 50 kilo. Dus je speelde niet altijd iedere wedstrijd goed, maar die liet hij me toch staan. En dan ging je met je praten en dit en zo. Dus... Maar je vergeet, we waren wel allemaal Ajun. Ja, we waren Ajun jongetjes. Als je nu erover praat dat wij als Ajun met 6 man in het eerste elftal doorstoten en als volwaardig werden gezien, terwijl wij, wat waren we nou eigenlijk? De kinderen. We hadden het jaar daarvoor nog B-juniorenwedstrijden gespeeld. En dan speelden we al volledige wedstrijden voor wat 19.000 man. Thijssen. Geen buitenspel, want de Boer stond daar nog. Hilgers kan dus ook de doelman af en scoort. En Beenhakker richt zich tot Frank de Boer die buitenspel ophief. Het waren natuurlijk jongens en terecht die ook mondig waren. En dat is iets wat nu heel normaal is. Hè? Omdat, dat jonge jongens, zeker bij Ajax, omdat we bijna altijd hele jonge elftallen hebben. Ja, dan zijn ze mondig. Maar vroeger, en dat is altijd een vervelend woord, hè, maar dan daar had je gewoon een wat logischere hiërarchie. Dus we hadden wel degelijk spelers die zeg maar, Arnold Muren bijvoorbeeld. Arnold Muren heeft nog met Richard Wietsche kamers gedeeld als we op trainingskamp waren. En dat was bewust om de oudste en de jongste bij elkaar. En Arnold die ook op dezelfde positie speelde, min of meer als Richard. Zij waren gewend, denk ik, in de jeugd iedere wedstrijd met heel veel gemak te winnen. En daar werden fouten niet afgestraft. En dat... zo voetbalden ze ook in het eerste, wat niet altijd kon. En de rol daarin groeide, dat, om hun wijs te maken dat het niet altijd kon in het eerste. Dat het ook wel eens afgestraft werd als je gemakzuchtig werd. Van der Leur haalt hij hem, ja. Hij kan de wedstrijd definitief beslissen en hij doet dat. Het is 2-0 voor Roda na een blunder van Richard Witsche. Het is niet te geloven. Als ze een keer goed gespeeld hadden, dan... dan waren ze allemaal toch een beetje van, volgende week kan het misschien wel met een tandje minder, hè, want we zijn goed genoeg. Ze konden allemaal zo verschrikkelijk goed voetballen, hadden zoveel talent. Maar ja, om te slagen als profvoetballer, uiteindelijk ligt de sleutel in je mentaliteit. Ja, dan probeer je ook de vinger op de wond te leggen om er weer beter van te worden. Nou oké, dat gaat altijd met vallen en opstaan, dat gaat altijd met begrip en eerst onbegrip. Bobby leidde dan de partijtjes als scheidsrechter en er werd weinig gefloten voor de jongelui. Maar ja, dat was ook zijn manier om de boodschap over te brengen. Want kom op nou. Het is, je krijgt wel eens een schop voor je poten, je geeft er ook wel eens een, maar ga nou gewoon door. En dan hoeven wij, stop er nou niet mee dan. Nou, dat hele proces met allerlei kleine dingen, dat vormt je wel als volwassen voetballer. En topvoetballers ook pijn lijden. Ja, en dat is nog niet, je moet niet verder kunnen. Maar dat is nog geen aanleiding om de rest van je team in de steek te laten. Je vraagt je waarschijnlijk af wat dit allemaal is. Nou, dit is een sprookjesparty. In de meest waanzinnige disco van heel Nederland. Heel normaal. Hij zijn ook nog een tijdje heel lang met z'n vieren zijn we eerst eten, casino, it. Ja. En de it,
nou ja, voor degenen die dat niet meegemaakt hebben, maar de IT was geloof ik the place to be in heel de wereld. Ja, ja. Overal kwamen ze vandaan en als je niet in de IT was geweest, dan was je niet uit geweest. En de eigenaar van de IT was Richard, zijn schoonvader. En de ja, ze dachten allemaal Manfred. Ja, ze dachten allemaal, maar wij wisten dat. Maar de rij begon dus voor de deur en die liep helemaal voorbij de ABN AMRO. Een paar honderd meter. Een paar honderd meter. Ik denk wel 800 meter stonden mensen gewoon achteraan aanschuiven om 1 uur 's nachts. Dat je dacht van, wat kom je doen? Maar ja, en toen had Rini dus bedacht, ik weet niet, hij had gouden sleutels. Gouden sleutelhanger. Gouden sleutelhangers. En ik had nummer 26, ik heb hem nog. Ik zweer het, ik heb hem nog. Nummer 26 met het IT-logo aan de andere kant. En dan kwamen we aangelopen langs die rij. Sleuteltje. Nou, of een Miami Vice, dan voelde je echt een beetje Don Johnson naar binnen. En als we eenmaal binnen waren, waren we Brian kwijt. En dan keken we, waar is Brian? En dan stond hij gewoon in een kooi. Op het podium. Ik zeg, als er toen mobieltjes waren met filmen, jongen, echt. We waren gek op, ja, ik was dan heel gek op Barry White. En Brian geloof ik op Lou Rawls. En we waren ook op een gegeven moment allemaal een blauw colbertje. We wilden allemaal Johnny Crockett zijn van Miami Vice. Miami Vice, dat was meer Brian's ding. Die trok het door tot op de middenweg, ja. Toch? Ja, 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 ja. Oh, dat zijn met die auto's die we hadden, die Citroën, ik weet nog heel goed. Precies op de weg, zeg maar, die kruising van dat je, als je rechts kwam dan van het Amsterdamse Bos, dan ging je links, zeg maar, naar het Amsterdamse Bos en rechtdoor naar de meer toe. En opeens stapt Brian uit, volgens mij, of ik zat in de auto of ik zat in een andere auto. En hij stapt gewoon uit en gaat achter zijn auto en dan gaat zo zitten. Ja, over de motorkap heen rollen. Maar ik heb ook gehad met Brian, ja, dat hij als je dit gewoon doet, om, ja, ik denk half één, 1 uur 's middags reden wij het hek uit bij de meer, linksaf. En had je die tramheuvel, ja. Dus niemand kon er langs. Nee. Die tramheuvel, Brian parkeerde hem gewoon halverwege die tramheuvel. Dus ik denk een rij van 40 auto's achter. Ging op de stoep zitten. Ja. Deur open, op de stoep zitten, gewoon kijken naar je. En die mensen toeteren en als je ging spier. Zat gewoon zo naar de mensen kijken. Rood, oranje, groen. En dan bleef je gewoon zo kijken. Hoe ondankbaar is het om bij Ajax een verdediger te moeten zijn? Nou, ik vind het helemaal geen ondankbare taak. Het is juist leuk omdat je de gehele wedstrijd geconcentreerd moet zijn. Omdat je zoveel in de aanval bent. En ja, de verdedigers doen tegenwoordig ook gewoon mee in de aanval. Dus bij ons althans. Dus het is eigenlijk helemaal geen ondankbare taak. Ik denk eerder een juist eervolle taak. Ja, ik vertrok al heel snel naar Barcelona. Dus op het moment dat we allemaal die overstap maakten, toen werd ik gebeld door Cruijff van of ik in Spanje wilde spelen. Nou, ik ben toen weggegaan, want daar zei niemand natuurlijk nee tegen. Misschien had ik aan de andere kant toe moeten blijven, want mijn hele ploegie die ging door. Maar ja, ik heb wel later gehoord dat Richard daar met bepaalde spelers botste. En ja, kijk, je had Jan Wouters lopen, maar die vond dat natuurlijk verwende jongetjes, die kwamen ze allemaal uit de A1. Dus die kon er af en toe niet tegen als ze te makkelijk waren op de training of als ze niet echt ermee bezig waren met hun vak. Hun zullen best wel een keer hebben gebaald hoe wij hebben gereageerd, maar dat het echt uit de hand is gelopen en ontwricht is geweest, nee, dat geloof ik niet. Maar misschien is dat het gevoel van hun kant wel zo. Ja, maar dat was wel een generatiekloof, hè, een beetje. Ja. Wij kwamen dus in één keer met 5 man of zo door, 6 man. Danny Hesp ook nog, geloof ik. En het was natuurlijk zo. Eigenlijk namen we het ook een beetje over. We namen niet alles, zeg maar, direct of serieus. Ja, of serieus. Ja, wel serieus, maar als iemand wat zei, stond ook ons mannetje gewoon. En, het is niet dat we direct ja namen zeiden. Maar had jij nou echt het gevoel dat die ouderen, zeg maar, dan ons... Nee, ik zeg het zoals dit, in het gezicht niet mochten, of dat ze... Jawel, maar ik weet wel, er was wel gewoon jaloezie. En dat is aan de ene kant ook logisch,
Hè, bijvoorbeeld met Danny Blind en Jan. Hè, jullie kregen, ik weet nog wel, echt die contracten, jongen. Dat waren echt die drie waar we het net over hadden, die drie maanden dat die auto's er al stonden, weet je wel. En wij kregen contracten. Maar wij verdienden omdat we... Maar waarom kregen jullie die contracten? Omdat, anders konden ze weg. Voor weinig. En wij gingen, we kwamen bij de selectie van Nederlands Elftal ook. Ja. En als je daarna een goed WK had gespeeld, kon je voor heel weinig weg. Ja. En daarom kregen we... Dus eigenlijk moest wel daarop inspelen. Ik dacht dat het was om het publiek ook een beetje te vreden. Nee, omdat ze niks PSV konden doen. PSV was geïnteresseerd in ieder geval in mij. Ja. Goeie zitting. Dus. Nee, maar dat was het hele issue. Zij konden anders goedkoop weg. Dus dat irriteerde mij bijvoorbeeld toen met die oudjes. Dat ze eigenlijk... Het gevoel gaven aan, vooral aan Richard en Brian, zo van ja, die verwende jochies met die grote contracten. Dan denk ik, ja, ik bedoel, zou jij nee zeggen tegen een contract? Ik bedoel, dat is niet de schuld van die jongens. Het is omdat het bestuur ziet van ja, anders lopen ze gratis weg. Iedereen voetbalt voor zijn contract. En zij hadden waarde voor Ajax als ze hem door zouden groeien, dat zij weer verkocht konden worden. Dus maar, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Dus daar hebben wij geen probleem mee gehad. Nee. Nooit gemerkt. En niet bij mezelf en ook nooit vanuit anderen. In de kleedkamer en op de training merkte ik daar niet zoveel van. En de wedstrijden, je wel, hoor. Nee, in de wedstrijden merkte ik er niet zoveel van. Het is alleen voor mij. Misschien omdat wij ze maar net van de buitenkant afstonden, zie je dat meer. Exact. Omdat ze dan denk je, hoor je ze praten. Ze zullen het niet in jullie gezicht zeggen op dat moment. Maar ik weet nog wel dat, vooral de training ook, jongen, dat ging er hard. En dan had je Bobby Harms. En Bobby was altijd alleen maar voor de oudjes. Ja. Dus als je een partijtje scherp deed en dan zei jij bijvoorbeeld uit. Ja. En dan zei bij jou, nee, en doorspelen. En dan zei Jan Wouters of Danny, uit. Nee, Bobby. Daar, joh. En voor je het erg had, omdat je zo geïrriteerd was, stond je met 4-0 achter. Dan was je helemaal gek, weet je. Ja, dat is één kant de filosofie inderdaad, dat ze zich op bepaalde momenten opstellen als grote volwassen kerels. Met name dus in de contractonderhandelingen. Anderzijds denk ik dat je dan inderdaad mag eisen dat ze ook dus wat dat betreft als volwassen kerels voetballen. En bezig zijn met dat voetballen. Aan de andere kant weten we dat... Kijk, mijn probleem is niet dat ik ze kwalijk neem als deze jonkies fouten maken in de ervaring. Ik vind dat ze nog steeds wel fouten maken in de beleving. En dat heeft niets te maken, vind ik, met 19 jaar zijn of 29 jaar zijn. Dat moet gewoon aanwezig zijn. En met name daar heb ik toch nog wel wat problemen mee met een aantal van deze groepjes. Nou, ik heb wel eens wat liggen rollenbollen met Richard. Ja, Richard die was... Richard had een begenadigd talent, maar die was nogal in die fase van zijn leven nogal gemakzuchtig. Ja, ja. Op een gegeven moment is dat toch tot een climax gekomen in een of andere bespreking. En daar heb ik ben ik toch. Ik ben toch 3 maanden teruggestuurd naar tweede. Daar heb ik wel tegen jou gezegd dat het mij wel speet. Jij kreeg alles over me heen. Dat ik niet wat gezegd heb in die bespreking, want jij kreeg echt... Alles over je heen. Echt een bak stront. En wij zaten eigenlijk... Ik ben opgestaan en toen heb ik die tafel... Toen heb ik die tafel omgegooid en ben ik weggelopen. Was in die studieruimte waar we altijd weer spreken. En toen moest Richard, die zat dan eigenlijk een beetje zo aan... gewoon in de groep niet wetende wat er ging gebeuren. En het was alsof er een orkaan over hem heen ging. Als je dan alles... En hij werd kwaad en hij gooit die tafel. En ik zat eigenlijk als... Ik ken die wezeltjes toch, dat je zo... En later heb ik nog gezegd dat het mij echt wel speelt dat ik niet maar het kon niet, weet je, waar het in. Jan is ook, daarna was ik teruggestuurd 3 maanden, van nou, dat zei Beenhakker ook in die bespreking, van nou Ries, jij gaat naar het tweede en... Oh, dat kan ik me niet meer herinneren. Dan was hij wel heel vervelend geweest die keer zeker. ik weet het niet meer. Nee. Maar wat was de aanleiding? Ja, ik weet het niet. Na Feyenoord was dat? Daarna over mij, over gedrag of weet ik veel wat. En toen is Jan wel, de volgende of 2 dagen daarna, is hij wel bij mijn ouders geweest en thuis geweest. Van dat dit niet zo de bedoeling was en gewoon gaan knokken en doen. Jan is wel zo netjes geweest om naar huis te gaan. Maar dat is ook Jan, hè? En toen heb ik 3 maanden in de tweede... Ik vond het zo kut, jongen, die bespreking. Oh, man. Ja, ik was voor mezelf ook, misschien heeft hij het niet altijd in de gaten gehad, maar erg ben hem bezig. Omdat
ja, ik vond het een prachtige voetballer en had zoveel talent en zoveel potentie. Ja, daar ben je dan extra bezorgd om, dat hij misschien dingen laat liggen in zijn carrière waar hij later spijt van heeft. Ja, daar ben ik altijd nogal mee bezig geweest. Ja. Maar wat Leo zei, en dat is achteraf, hè, wat ik nu weet, dan denk ik ja, 90% lag aan mezelf. Hè. Dat realiseer je pas later, want als je gewoon goed bent, of goed genoeg, dan speel je gewoon. Je moet gewoon zorgen dat je gewoon goed genoeg bent, dat de trainer niet om je heen kan. En ik had het gevoel van, ja, hij mag me niet. Maar ik denk dat zeker dat hij daar gelijk in heeft. Natuurlijk, soms heb je een iets betere klik met een trainer, maar achteraf denk ik, ja, ze hebben wel gelijk gehad, denk ik. Nu Ajax, Willems. Van Schip. Voorzet en daar is Pettersson bijna en Witsche helemaal. 32e minuut en juist Richard Witsche viert zijn entree met zijn eerste competitietreffer voor Ajax. Nadat hij 5 wedstrijden in de basis ontbroken had. Na een goed uitgespeelde aanval met Van het Schip aan de rechterkant. Die op zoek gaat uiteraard naar Pettersson. En via Straal komt de bal dan voor de rechtervoet van Witsche en Ajax leidt. We hebben op een gegeven moment, dachten we als staf dat het kwartje gevallen was. Want toen hadden ze na regelmatige opmerkingen over de patatgeneratie van Bobby. Waren ze op een gegeven moment een keer bij de Febo gaan staan. En een kroketje uit de muur halen. En daar hadden ze een prachtige foto van gemaakt. En daar hebben we toen met elkaar vreselijk om moeten lachen, moet ik zeggen. Tegenwoordig maak je het digitaal. Dat sla je dan op en hoop maar dat het allemaal goed blijft. Kijk, ik heb hier nog een andere vorm. Iets closer. Misschien, ja, je zult hem niet nauwelijks kunnen zien. Het was echt een vluggertje. Het was koud, net als vandaag. En grijs weer, net als vandaag. Ja, allemaal aardige gasten. Ronald de Boer ja, die had in die tijd verwantschap met de broertjes Cohen, hè, die de Febo hadden. Dus die link was snel gelegd, dus die foto was ook snel gemaakt. Anders denk ik niet dat we het voor elkaar hadden gekregen. Om vier van die gasten hier op tijd te krijgen. Ja, het meeste wat me opvalt is jeugd. Hoe jong ze waren. En ik was natuurlijk ook jonger. 30 jaar geleden of zo. Volgens mij was het meer een beetje zo van, we zijn bij een patatgeneratie. Nou, dat zullen we dan aan je laten zien. Wij gaan lekker patatje eten. En toch voetballen we goed. Het was meer, volgens mij veel meer een soort geusactie. Ja, dit is... Het is mooi dit. Ja, dit was voor een interview voor de 11? Ja, volgens mij wel. Of de Nieuwe Revue, een van de twee. 11 was het. Ja, 11. En toen was natuurlijk even het ja, patatgeneratie dat werd naar boven gebracht door Beenhakker. Kijk wie daar zit te wachten. En ja, dus dit was dan wel ook bij mijn schoonvader die de Febo bezitten. Oh, ja. Ja. Robbie Cohen. En toen hebben we daar die foto genomen. Hè? Ja. Ja. Beetje met een knipoog natuurlijk naar de trainer toe. Ik denk dat ze deze foto ook niet eens leuk vonden. Nee, ja. Ik moest nog 8 gulden afrekenen ook niet op. Het ging natuurlijk hier volgens mij ging het al iets beter met ons, wat een bepaalde status al. En hè, de patatgeneratie is een beetje volwassen geworden. Hè. En daar ging het eigenlijk om. Want dit was natuurlijk niet op het moment hadden wij dit kunnen doen dat wij dat Beenhakker dat in de wereld gooide, hadden wij dat niet gedurfd. Dus dit was denk ik net misschien een half jaar later, misschien waren we kampioen geworden en zo van nou, de jongens zijn wat volwassener geworden. Roy, dreigen en dan schieten. Nou, dat is tenminste wat onderkant lat. En Fischer trapt dan de derde erin. Wouters. Blind, niet buitenspel, kwam inderdaad van achter Letting vandaan. Danny Blind. In het centrum zijn De Boer en Bergkamp. Blind. De Boer, nu wel. Ronald De Boer en Witsko. Fischer, dat is hem meteen.
En Harms en Beenhakker kunnen eens te meer de gedachte blijven koesteren dat het kampioenschap voor Ajax er nog altijd in zit. Jonkveer of Wouters of Winter, Molesta, Willem, 2-2, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Het seizoen werden we kampioen met elkaar. Nou, dat was al een hele prestatie. Dat was geweldig, dus ze hebben het heel goed gedaan. En ik zeg, we hebben er heel veel energie in moeten stoppen, maar dat hoort ook zo, want er is helemaal geen probleem, daar zijn we voor. Beetje slap van Roy, waardoor Roelofsen het kon proberen, maar niettemin opnieuw. Brian Roy, strafschopgebied in, tot bij Van der Gaag, voorzet, overstapje, goeie goal, Jong. Het seizoen ging wel met vallen en opstaan, heb ik het idee. En we werden geloof ik ook maar met één punt, hè. De laatste wedstrijd nek uit. Dat 1-1 stond en Nek had er één puntje genoeg en wij ook. Dus dat was het laatste half uur geen wedstrijd meer. Bal is al minstens 4 minuten op de helft van Ajax. Zonder dat iemand van NEC aanstalten maakt om hem te veroveren. Zonder dat iemand van Ajax aanstalten maakt om hem over de middenlijn te spelen. Toen heb ik volgens mij 350 keer de bal gehad. En als dan Frans Hoebe affluit, vluchten de Ajaxiden en ook de NEC-spelers massaal naar de catacomben. Allemaal weg. Kleedkamer in. Kijk, iedereen op het veld op. Wil je het niet met de sporters delen? Echt asociaal, zeg. Wat een egoïst. Maar dit, ja. Jeetje, man. Skippy. Ja, toen kon het nog. Ik weet het, volgens mij heb ik daar mijn eerste halve biertje gedronken, eigenlijk zoiets. Daarna nooit meer een bier aangeraakt. Nee? Ik weet nog dat het kampioenschap, ik zat in dienst. En we zaten in de meer, hadden we feest. En ik ging aan de Malibu Chiron. Ik ben ziek gekotsen, jongen. Ik weet nog dat ik die kampioenswedstrijd heb ik gewoon denk ik een half uur achter de goal warm gelopen. En het was natuurlijk alleen maar schaken op een gegeven moment, de laatste half uur volgens mij. Ja. Maar uiteindelijk voelde het nog wel een beetje mijn kampioenschap, want ik heb 27 wedstrijden gespeeld of zo. Het voelde niet mijn kampioenschap. Ik heb een paar keer meegenomen, maar ik zat ook wel op de bank volgens mij, maar ik hoef niet eens warm te lopen. Maar NEC had ook nog één punt nodig, geloof ik. Ja, ja. We hadden allebei een punt nodig. Ja. Dus we zijn we maar de hele tijd de laatste kwartier rond. Maar het feest daarna was wel top. Blijft ja, ja. Voor mij, wat voor mij een feest was, is jij en jij. Weet je, wat je vaak nooit meer ziet. Maar wij hadden ook een ding in het veld. Dus, ja, jij wist precies, als ik aan de binnenkant stond. En jij wist, ja, dan gaat hij diep. Hop, krijg je het balletje. En met hem ook. Was dus niet, dat heb ik nooit meer meegemaakt. Er is zo'n soort synergie. Hebben groot gemaakt. Hebben jou miljonair gemaakt. Is het van over? Nee, we hebben er ook nooit over gezien. Stel ik je bijgoochels van me. Ik heb heerlijk met jullie kunnen werken. Ik heb van die periode genoten. En het geeft me heel veel voldoening dat jullie een prachtige carrière hebben gehad. Het geeft me nog meer voldoening dat je ieder op zijn niveau de boodschap aan het doorgeven bent op, in de nieuwe generatie. En in die periode eind 80. Ik heb een beetje van jullie gehouden en ik hou nog een beetje van jullie. Dankjewel. Top. Oh, ja. Nee. Superleuk. Ja, nee, het is ook wat ik zeg. Ik heb moeite met me gehad, maar dat is al lang bij me neergedaald. En dan zie je ook zelf van dat het aan jezelf ligt, 90%.
Maar het is een geweldige vent. Ik heb hem nou heel vaak meegemaakt met golf-events, goede doelen en waar dan ook. Maar echt een warme man. Dat zeg ik altijd ook tegen jongens. Je bent eigenlijk vanaf je 14e kom je bij Ajax bijvoorbeeld. En tot je 24e of 23e ben je alleen maar met jezelf bezig. Ja. Je bent alleen maar met jezelf bezig. Doordat je bij... He, bijvoorbeeld, ik speelde iedereen door de benen, naar Poortmans of zo. Maar dat was gewoon omdat je was nog zoveel met jezelf bezig. En je had nog geen overzicht. En op een gegeven moment, bij het eerste ga je pas echt leren voetballen, eerlijk gezegd. Kijk, de basistechniek leer je zeg maar in de jeugd allemaal. Ja. Zonder dat je een bal krijgt en dat je die bal al weet waar hij naartoe moet of die aanname naartoe. Maar de rest er allemaal omheen, dat leer je pas bij het eerste. En, ja, daar zijn hun heel belangrijk in geweest, in wat profvoetbal inhoudt in ieder geval. Ja. Ik zeg altijd, ik heb op mijn 23e begreep ik het een beetje, wat het inhield. Ja, ben ik de enige niet begrepen op mijn 15e. Ik had het niet anders verwacht, Ries. Ik had het niet anders verwacht. Look man, can't touch this. You better get hype boy, cause you know you can't touch this. Bring the bell, school's back in. Break it down.